vriendjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van FIFA 2015. 5, gewoon 5 hoor. Vandaag spelen wij de legendarische klassieker. Dat ga ik nu gewoon iedere wedstrijd zeggen, dit is echt een klassieker. RKC Waalwijk tegen de Graafschap. Neem die spelers nog maar eventjes goed door. Dat zijn de grote namen van vandaag, echte miljoenen spelers. Dit is de scheidsrechter, Thijs Rechter. Thijs. Ik heb alvast een geniale grap verzonnen voor deze aflevering. En ik wil dat jullie allemaal gaan lachen en abonneren en een duimpje omhoog geven, oké? Nog niet. Eerst de geniale grap. Dan allemaal massaal liken en abonnement opzeggen of gewoon blijven, weet je wel? Hey, doe ze niet. Gewoon even een kleine opmerking. Oh ja, ik heb vandaag weer die gekke overhemd aan met die stropdas erbij. Ik moet echt meer stropdassen verzamelen. Ik vind het een leuke outfit voor een video. Ja, een outfit. Ik denk wel een beauty kanaal. Als ik het heb over outfits. En dat vind ik leuk. Ik ben er toch oprecht mee bezig dat ik niet iedere video hetzelfde shirt draag. Dat is echt zo. Als je een serie kijkt, heb ik bijna nooit 2 afleveringen van die serie dezelfde kleding aan. Ik heb ze toevallig een paar dagen uit elkaar opgenomen en ben vergeten wat ik toen aan had, zeg maar. Ik vind het fijn als mensen denken, wow, Rick heeft meer dan 1 t-shirt, zeg maar. Daar ben ik oprecht mee bezig. Hoe gay je dat mag vinden, dan is dat maar zo. En nu heb ik dus af en toe nu dit aan. Zo gewoon het overhemd met mijn stropdas. Dan heb ik zoiets van, ja, ik heb meer stropdassen nodig, verdomme. Ik wil van die leuke stropdas, weet je wel, kerstbal stropdas, dat soort shit. Je hebt ook stropdassen met een periodiek systeem erop. Dat is leuk voor scheikunde als ik een keer iets vanaf school heb. Ik ga gewoon van hard. Ik hou van hard. Bikkel hard. Snoeiende gitaren. Speakers van 1000 watt. Ik hou van hard. Wow, die had erin kunnen gaan. Dus ja, misschien moet ik ook een stropdas hebben met voetballetjes erop. Als ik deze serie echt nog serieus wil nemen en lang door wil gaan hiermee, dan vind ik wel eigenlijk dat ik een stropdas nodig heb met voetballetjes erop of zo. Of met de Graafschap. De Graafschap stropdas. Weet je, bijna alle voetbalteams hebben complete merch. Ik had toen ik op de basisschool zat, had ik een AZ-klok en een AZ-broodtrommel. Er bestaan sowieso ook AZ-stropdassen. Maar dat bestaat er ook vast wel aan de Graafschap stropdas. Hey, de Graafschap zijn een stel superboeren. Die mensen dragen geen stropdas. Maar toch. Stuur dat soort dingen gerust met jij fanmail. Als jij, kijker, 30 euro wil uitgeven aan de Graafschap. Kijk, dit is de grap. Kijk, mandenmakerskeukens. Ja, leuk. Allemaal abonnees zijn weg. Ja. Ik snap het nog steeds niet, de hele mand. Een mand snap ik nog, weet je wel. Die man zei mand in het filmpje en leuk. Het keukenrolgedeelte snap ik echt niet. Ik heb het gezien. Filmpje van Ron Jans met een boodschappenlijstje. En er staat keukenrol op. Logisch. Ja, keukenrol is gewoon chill, weet je wel. Wat mis ik hier? De eerste helft zit er trouwens al op. En ik was niet echt van plan om gelijk te spelen tegen RKC. Want dat is heel triest namelijk. Dus ja, daarom. Nou, waarom dan niet? Omdat het triest is. Oké, de verdediging. Verdedigd. Zoals ze dat al vaker doen. Ongelooflijk. Ze verdedigen ongelooflijk. Oké, daarlangs. Langs die man. Langs die man. Zware overtreding. Virgilio Texera. Oké, dit is het moment om te scoren. Dit is het moment voor een mandje. Flauw. Rick, echt. Ik ga weg hoor. Zie ik jullie al denken. Maakt niet uit. Ik dacht dat hij erin ging zitten. Maakt niet uit. Ik heb een doelpunt, wilde ik zeggen. Nou, het maakt wel uit, kijker. Want ik heb geen doelpunt. Ik heb wel de bal. Ik heb balbezit. Het maakt me niet uit hoe het met me zit. Want ik heb balbezit. Ik bezit de bal. Ik loop ermee over het veld. Dat had ik je vast al een keer verteld. Ik heb de bal. Ik wil een vrije trap. Ik wil een keer scoren en een beetje rap, want het zit tegen. Ik wil geen gelijkspel. Ik wil gewoon winnen. Je kent het wel. RKC. Waalwijk. Ze zijn niet goed, maar ze zijn wel lijp. Nee, echt waar. We zitten al in de 70ste minuut. Er moet even wat gebeuren. Mensen betalen een kaartje hiervoor. Ja, dat is een mooie bal. Mensen willen actie. Ik ben gewoon gebeukt. Geneukt en gebeukt als een hond op de straat. Nu ben ik boos en nu ben ik kwaad. Ik wil scoren naar goed behoren. Anders word ik ontslagen. Yeah. Nee, serieus. We kunnen niet gelijk spelen. We kunnen wel gelijk spelen. Score dan maar, hoor. Score maar. Ik vind het niet erg. Je hebt al mijn toestemming om te scoren. Ik verdien dit. Oké. Kom op, Rick. We zitten in de 80ste minuut. Als je wil winnen, moet er even wat gebeuren, man. Oké, we passen even naar deze man. Daar is hij voor. Hey! Niet cool! Ah, dit is wel cool. Ja, geel. Gele schijl. Kijk dan, want onze hele mannetje steken in elkaar. Als dat geen botbreuk is, weet ik het ook niet meer. Ik curve hem af naar rechts. Kom op!
had iets meer naar rechts gemoeten op als een balletje, maar dit, hij kan er wel in zitten misschien. Schot wordt geblokkeerd. Dat is geblokkeerd, ja. Ik weet niet veel van voetbal, maar dat schot is geblokkeerd hoor. Hij verovert de bal. Er zijn nog heel veel mannen in dit gebied, dat kan ik echt niet bij hebben. Oh nee, we zitten al in de 90ste minuut. Oh nee! Oh nee! Swieber! Why? Dit is kut. Oh shit, dat is met een beetje geluk. De 90 minuten duurt dat heel lang in deze game. Nou, dan komen we nog eventjes gauw terug. Maar ja, hij blijft best wel lang op 90 staan. Dan heb je natuurlijk extra tijd en shit. Zeer veel overtredingen van het andere team. Dus met een beetje geluk is het nu voorbij. De nieuwe landskampioen speelt hier gelijk. De nieuwe landskampioen. Ze noemen hem al de nieuwe landskampioen. Dat gaat de goede kant op. Maar we hebben 0-0 gespeeld tegen RKC. Nou, de volgende wedstrijd wordt iets moeilijker. Dus dat kunnen we niet echt gebruiken, zeg maar. Heb ik wel nog steeds punten om in dingen te stoppen? We komen dus nu weer in het puntenscherm. De vorige aflevering had ik als goed is al punten gestopt in het vol krijgen van één categorie. Dat was namelijk de middenveldtrainer. Ik wil nu eventjes het liefst meerdere sterretjes pakken op financiële afdeling. Momenteel als we namelijk bekende spelers willen kopen, dan zeggen ze ja, ik ga niet bij jouw team. En als je een hoge financiële afdeling hebt, dan doen ze dat wel. Uiteindelijk ga ik wel wisselen van team hoor. Uiteindelijk wil ik wel van andere teams gaan coachen. Maar het is wel vooral kleine kutteams. Misschien is het wel leuk om een keer in de Engelse competitie mee te doen. Lekker tegen Liverpool en al die clubs. En dan lekker met een of andere kut Engelse club die niemand kent. Misschien wel. Oh, er wordt echt flink gezamen. Oh mijn god, dat is een tackle. Jemig John de Jong. John de Jong. Hij is nog zo jong. Hij moet nog veel leren. Met zijn tong. Wow, wat een goed paasje. Wow, wat een keeper. Het wordt meteen al spannend. Het wordt meteen al spannend. Je had er gewoon ingemoeten, jong. Oké, dit werkt niet, zeg maar. De keeper gaat hem zo weer uit de lucht plukken. Moet ik ook gewoon met die man lopen eigenlijk? Oh, kom op. Er moet even een keer een bal in bij de doel, Rick. Ik wil niet haten. Maar ik heb serieus de hele serie nog nooit gescoord uit de corner. Maar ik heb ook de hele serie nog nooit gelijk gespeeld. Dus dat is ook voor het eerst. Dit is de aflevering van de eerste dingen. Ik wil gewoon echt door deze hele serie van 1000 afleveringen een keer scoren uit de corner. Dan ben ik echt helemaal blij. Ja, toen ik zelf nog op voetbal zat, scoorden we ook nooit uit corners. Echt een paar keer. Eén keer is er zelfs gescoord vanuit een corner, zeg maar, zonder enige aanraking. Er stond er superveel wind. En toen is hij er zo ingekruld. Dat was wel echt genieten hoor. Nou klinkt echt alsof ik vet goed kan voetballen. Ik heb het niet gedaan hoor. Ik stond gewoon bij het doel een beetje zo van... Ja, wat doe ik hier bij die corner? Al komt de bal bij me, ik ga toch niet scoren. Zo stond ik erbij. Dus denk maar niet dat ik hier de held was in het verhaal. Maar ik had ook mensen in mijn team die wel konden voetballen. Dus dat maakt het wel spannend. Ik ben ook helemaal op dat minimapje aan het kijken waar iedereen staat en zo. Waar chillt iedereen hem? Kom op! Dit team heeft echt een rare verdediging. Ik wil niet haten PSV. Jullie zijn wel geinig op tv. Maar jullie verdediging is echt poepjes. Ik kom er iedere keer aan met aanvallers en er staat er gewoon niet 20 man om me te wachten. En heb je wel nodig. Ik heb een goede aanval, vind ik zelf soms. Oh, wat erg. Oh, wat goed. Oh, wat goed erg. Erg goed. Leuke grap, Rick. Jij bent vast een stand-up comedian. Nou, nog niet. Maar ik werk eraan. Ik werk eraan, mevrouw. En naar die man! En langs! En pam! Shit! Te laat! Kak! Ik moet scoren! Ik wil niet nog een keer gelijk! Een video waar ik twee keer gelijk speel, dat is kak! Dan zet ik de difficulty op makkelijk en doe ik nog een wedstrijd. En dan verlies ik! Doe ik dat lekker voor deze video. Oké, in het begin van de serie was namelijk de difficulty nog makkelijk. En toen vonden mensen het niet leuk meer, maar ik iedere keer met 5-0 won. Toen heb ik mijn difficulty omhoog geschroefd. Zo ben ik dan ook alweer. Ik ben een sympathieke gozer. Misschien wil ik ook op een gegeven moment zeggen, nou, we gooien mijn difficulty nog een beetje omhoog. Maar dan krijg je dus ook echt wedstrijden waar we... Dan spelen we heel veel wedstrijden gelijk. En er zijn er wedstrijden waar ik gewoon keihard ga verliezen. Ik weet niet of het leuk is met te kijken. Ik vond het juist heel leuk om ziek OP te zijn met de Graafschap. Fucking tegengoal. Ik ben helemaal niet aan het opletten, joh. Ik heb al zoveel kansen gehad deze helft. Er moet even wat in, hoor. Die verdediging van PSV, dat is belachelijk. Kom op. Ik ga echt verliezen. Ik ga gelijk en verliezen deze aflevering, dames en heren. Fucking staatsloterij. Winnen doe je bij de postcode loterij. Dus daarom verlies ik nu. Dat verklaart alles. Oké. Yes. Oh, nee. Dat is niet yes. Dat is een nee. Oké. Rick is dood ze allemaal. Je gaat nu gewoon langs 5 man lopen. En je vindt het leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Fuck my life. Alsjeblieft, jongens. Ik heb dit nodig. Ik moet even winnen. Ik ben zeg maar landskampioen zo'n beetje. Zoveel punten heb ik, maar... Was het dan niet een bekerwedstrijd? Helemaal niet op gelet. Is dit voor de KNVB-beker? Want dan baal ik best wel hard. Die willen we best wel hebben. Maar dan is het gelijkspel niet erg. Dus ik maar even... Score! Score, Rick! Score! Yes! Stel, dit is wel voor een of andere beker. Dan moet ik sowieso over gelijk spelen. Mamadou Zongo! Bongo de Jongo! Mooi zo. Oké, we moeten even minimaal gelijk spelen. Dan vind ik het allemaal best. Het kan nog. PSV kan nog gedomineerd worden. Under the sheets.
Ja, zolang ik gewoon niet... Oh, dit gaat echt lullig zijn als dat een uitbal werd. Oh, dat is niet zo goed gepaast, hè? Prima nee. gedaan door de verdediger. Nee, als we gewoon alle wedstrijden gelijk blijven spelen en niet verliezen... dan winnen we sowieso de KNVB-beker waar we voor meedoen. De Mickey Mouse-beker, zoals hij ook wel genoemd wordt. Dat is zo'n beker waar niemand waarde aan hecht in voetbal. Echt waar. De Eredivisie winnen, dat is cool. De KNVB-beker winnen en zegt zo van... Nou, je hebt de KNVB-beker, hier is 5 euro op je muil, gauw. Vrij voor die paas. Hartstikke mooi. Van Dijk, je bent letterlijk een dijk. Met je dijken houden water tegen, hij houdt vruchtwater tegen van zijn vrouw. Hier is een keeper, snap je? In relatie zeg je wel eens van, oh, die jongen moet je houden. Dan zeg je dat hij een keeper is. Nou, hij is echt een keeper. Die grap wordt vast vaak gemaakt in voetbal, maar ik doe niet meer met voetbal. Ik doe niets meer met voetbal. Sinds het hele incident wat ik de vorige aflevering besproken heb over Piemols en zo bij mijn voetbalclub, zit ik er niet meer op. En sindsdien boeit voetbal me helemaal niks meer. Behalve met het Nederlands elftal, maar dat is altijd zo. Zo zijn wij Nederlanders. Dan speelt het Nederlands elftal opeens en dan is iedereen helemaal blij. Dit is kut. Ik score nooit dat corners, maar weet je wie wel scoort dat corners? De tegenstander. Hoe kom ik daar? Daar heb ik met een mannetje heen. Shit. Oké, ik heb de bal. Bal bezit voor de Grave. Lekker lopen. Voor je geld. Lekker lopen. Loop wel heel lang, zeg. Mooie rechterlijn, dat dan weer wel. Oké, de langs, Rick. De langs. En schiet maar. En schiet nog een keer. What? Lekker dan. Mamadou Zongo. In de 90ste minuut. Kijk, die man zit er met zijn benen wijd. Even een kind baren, want ik ben genomen. Erg belangrijk doel. Kijk, dit was wel een mooi goal hoor. Nou ja, de keeper hield hem tegen. Toen denk ik zo van, heen, weer de bal. What? De wedstrijd is bijna afgelopen en ze staan nog steeds voor. Ze staan nog steeds voor. Nou, nog steeds. Oké, we gaan die bal pakken. We gaan hem heel hard wegpoeieren. Dit is een nieuwe strategie. Dit is ongeveer hoe ik speelde toen ik nog voetbal zat. Bal bezit. Nou, mooi, weg met die bal. Het duurt niet zo lang meer, jongens. Gewoon weg. Ik was echt kut in voetbal, dat je even weet. Ik heb 2 keer gescoord voor mij in de 2 jaar dat ik in voetbal zat. Ik speelde ook meestal verdediging. Dat heeft een rol gespeeld in dat ik niet zoveel speelde. Het grootste deel dat ik deed was gewoon als er een uitgooi was, dan ging ik erbij staan. Had ik de bal, schoon ik hem gewoon weer uit. Dat was gewoon mijn toevoeging aan het team. En dan lekker Rick, je hebt hem weer uitgeschoten. Dit helpt ons heel erg. Graaf 2, PSV 1, losers! Was het nou een voetbalsletje? Ik zie opeens weer een beeld staan, voetbalsletje. Denk je, ja... Ja, dat klopt. Dat ben ik. Inderdaad. Een voetbalsletje. Simuleren. Wat heeft de rest gedaan? De concurrentie. Wat doet de concurrentie vandaag allemaal voor leuks? Ja, niet veel bijzonders. 10 punten. Stoppen we lekker allemaal in die financiële afdeling hoor. Hoppakee. Lekker vrouwtje. Lekker boertje. Nee, ik ben een boertje. Wacht, heb ik nou 1 ster? Nee joh. Ik dacht even dat ik 1 ster had als trainer. Ik dacht al, het gaat wel heel hard. Even kijken in mijn schema. Ja, we moeten hier weer tegen PSV. Zie je wel. Nederlandse Eredivisie? Nederlandse beker. Dus ik heb net wel voor de beker gespeeld, hè? Huh? Ja, ik heb net voor de beker gespeeld. Goed dat ik niet verloren heb. We moeten nu tegen ADO. En volgende aflevering moeten we weer tegen PSV. Woo! Voor mij zit de Eredivisie er al bijna op. Je moet nog even een keer met het vliegveld naar het vliegtuig. Geen idee waarom. Er staat gewoon een vliegtuig bij. Weet ik veel. Nou, tegen de AZ, Ajax, Graafs, Groningen. Ja, het seizoen is al redelijk af aan het gaan hoor. Hier is nog de finale van de Eredivisie zeker. Halve finale. Spannend. Maakt niet uit. Het is allemaal gezeik voor volgende afleveringen. Ik ga nu spelen. De wedstrijd. De Graafschap versus ADO. Waarom hebben deze mannen vlaggetjes? Oh, hun conditie is wel heel kut, ja. Ik heb echt allemaal verdedigers verkocht. Dat is een beetje balen. Is het juist de bedoeling dat ze dan een wedstrijd niet spelen? Want ik flikker zo wat aanvallers op de achtergrond. Ja, weet je. Deze gasten hebben zo'n hoge conditie. Ik wissel letterlijk gewoon een keer wat verdedigers voor wat aanvallers. Het kan gewoon. Hey, Huntelaar. Ja, Huntelaar. Dat is een goede speler. Vandaag de dag misschien. Heb ik niet ook nog een iemand van anderen over? Ik heb ja, die. Maar die ik gooi wel de spiegel. Gewoon, die ene gast. Gooi gewoon mijn keeper vooraan. Dat ga ik echt een keer doen. Aan het einde van dit seizoen. Als we toch genoeg punten hebben. Nu bijvoorbeeld. Oh, wat een goed idee. Dat doe ik voor de volgende aflevering. Dan gaan we tegen PSV en dan zet ik gewoon mijn keeper in de aanval. Gewoon om te kutten. En zetten we Klaas-Jan Huntelaar op doel. Dat is echt een idee. Ik ben een YouTuber. Ik ben hier ook om te vermaken. Naast geniale gameplay komen jullie ook om vermaakt te worden. Dat je denkt, Rick, wat de fuck doe je met je leven? En dat gaan we regelen. Waar moet ik ook weer heen? Ja, ik denk dat we naar links moeten deze keer. Ik ben geen kenner van voetbal, maar... Ik vind het trouwens ook mooi hoe wij altijd in hetzelfde tenue spelen. Om een of andere reden mag ik als baas van de club... Van de fantastische club De Graafschap. Gewoon bepalen op welk tenue wij dragen. En ook wat de andere club dacht. Ja, weet je ADO.
jullie spelen misschien thuis. Maar ik vind gewoon persoonlijk, hè, dat is gewoon mijn mening, dat jullie lekker het uitenu gaan dragen. En dat wij dan zeg maar thuis tenu dragen. Goed idee? Ja, kan wel hoor. Oh nee, wat goed. De keeper. Daiki! Ik moet even het hele team uit mijn hoofd kennen. Dat ik een beetje zeg, oh, hij speelt naar Kooijman. Hij speelt naar Huntelaar. Hij speelt naar de speler van het andere team. Ook goed hoor. Je doet je best. Oh god, dat gaat nu al helemaal mis. Dat krijg je als je aanvallers in de verdediging zet en alles door elkaar gooit. Het gaat helemaal mis. Oh shit, dat is niet goed. Ik ben geen kenner, maar dat gaat niet goed. Hè, verdorie, denkt die man. Ik vind ADO wel een coole club. Ja. Als ik aan ADO-fans denk, denk ik altijd aan dikke, kale mannen. En er is niks mis met dikke, kale mannen, behalve dat overgewicht niet gezond is. En dan bedoel ik vooral gewoon, zeg maar... er zijn veel dikke mensen, en er zijn veel oude mensen, maar er zijn weinig oude, dikke mensen. Denk daar maar eens over na! Ik bedoel niet van, oh, het ziet er niet lekker uit. Dat dikke mensen er niet, dat sommige mensen dat niet aantrekkelijk vinden en zo, dat boeit me niks. Alleen ik vind dikke mensen wel gewoon stom. Voor zichzelf, weet je. Het leven is best leuk, vind ik dan, hè. Ik wil best wel graag niet dood. En ik vind, ja, als ik dik was, zou ik ook zoiets van, ja, eigenlijk wil ik ook niet dood. En dan even een paar kilo eraf, zeg maar. Of alles. Je kan ook gewoon een mes pakken en proberen die kilo's eraf te hakken. Misschien proberen juist heel veel dikke mensen dat en worden ze daarom niet oud. Nieuwe theorie. Oh, wat een bal. Wat een bal, zeg. Wow, oh, nee. Goed gedaan. Nou. Net wat je goed noemt. Ga niet weer gelijk spelen hoor. Ik ben wel klaar met dat gezeik namelijk. Bijna rust. Nou, niet hier in het achterveld, want ik schiet hem erin. Stop dat dansje. Bam, bam, bam. Money, geld. Van Beukering, gooit de Beukering. Dit is waarom ik geen voetbalcommentator mag worden. Het Nederlands elftal, je kent ze wel. Ze spelen vaak in het oranje. Maar de dag is donker, dus spelen ze in het zwart. Ik ga afleggen en schieten. En wat ik ook nog ga doen, als extra uitbreiding op het afleggen en schieten, ik ga hem erin schieten. Maar dat mag je niet doorvertellen. Schiet hem erin, kom op. Draai hem af naar rechts. Pats! Doelpunt! Ongelofelijk! Ik ben best goed in die vrije trappen. Gewoon ongeveer de bal in het midden. Effect maximaal naar links of rechts knallen. En hard. Fantastisch. Kijk die man allemaal piemels beschermen. Terwijl ze gewoon net heel hard in dit grote gat genomen zijn. Kun je piemel wel beschermen, maar dat helpt niet. Dus dat. Oh, hij schiet er tegen zijn eigen speler aan, joh. Gekkie. Dat is niet hoe je voetbal speelt. Als we dan nog een keer scoren, dan hebben we echt aan het einde van de eerste helft opeens 3 doelpunten gescoord. Dat zou best nice zijn. Doet hij het ook? En nog één. Nog één! Hij lust ze! Patrick! Formidabel doelpunt. Een echte voltreffer. Hij aarzelt geen moment. Paf. Lekker gaan rollen en zo. Vet dik aan het doen zijn. Ik moet zeggen, ik ben echt weer blij dat ik weer begonnen ben met FIFA op mijn kanaal. Deze serie is leuk. Deze serie verdient meer views. Alle series op mijn kanaal verdienen meer views. Maar deze in specifiek. Waarom doe ik dit niet op een groot kanaal? Waarom is dit niet te zien op Enzo Knol? Of StukTV. StukTV zegt Rick. We doen altijd van die opdracht op StukTV. Waarom doen we niet gewoon jouw FIFA video's? En dan zeg ik, ja, goed idee StukTV. Misschien krijgen we dan nog meer likes en zo. Want dit is geniale troep. Dus ja, dat. Dus ja. Hij schiet hem erin hoor! Oké, toch niet. Ik overdreef, ik loog. Gooi maar uit, man, het is voorbij. Het is tijd. De hoogste tijd. Als ik nu nog verlies, dan ben ik een loser. Ik wil niet zeggen dat ik nu al een loser ben, maar als ik zo meteen verlies, dan ben ik een loser. Oh, dat is niet goed hè. Dat is niet goed. Huntelaar! Ik zie opeens Huntelaar in de verdediging staan. Gekke Huntelaar. Je bent toch helemaal geen verdediger? Nou wacht, daar heb ik je opgesteld en zo. Gekke Rick. Huntelaar is toch helemaal geen verdediger? Waarom heb je hem daar opgesteld? Goeie vraag. Oh, wat is... Oh mijn god, ze spelen nog goed ook. Voor de eerst in de geschiedenis van dikke mensen speelt ADO goed. Hele sterke indruk. Mijn piemel is een sterke indruk. Bij mezelf. Niemand anders. Mijn piemel is erg privé. Dat is niet zo handig, Rick. Nee, hij heeft de bouwbal niet aan een touwtje. Dat zou heel onhandig zijn. Dat komt allemaal in de knoop, joh. Super helemaal niet handig. Oké, daarheen. Nee, niet daarheen. Ik zei daar. Dus moet ik het aanwijzen of zo? Oh, dan maak ik even een tackle van achter. Hij kwam daar niet eens in de buurt. Hij kwam niet eens in de buurt. Maar hij komt wel vaak langs, want ze toch buren zijn ook. Logica. Ah.
Oké, kut. Kut in de soep. Oh nee! En dat is hem. Cedric van der Gun. Ja, ik gun het hem wel hoor. Ik denk dat het de grootste deel van de humor gewoon bestaat uit woord grap over de spelers. Ik gun het hem wel. Oké, we dribbelen even in ons eentje er langs. Oh, of toch niet. Mag ook. Hopla, mijn bal. Patrick. Hé, dat kan je toch niet maken, man. Dat is niet eerlijk. Je moet wel eerlijk spelen. Je mag best goed spelen en zo, Patrick. Maar je moet wel eerlijk spelen. Laten we even eerlijk zijn, Patrick. Even normaal doen. Even rustig, hoor. Oké, de laatste doelkans waarschijnlijk. Want we zitten al in de 90ste minuut. Patrick speelt iedereen voorbij. Zongo. Ja, ik zei de verkeerde naam. Dan verdien je het ook om de bal afgepakt te krijgen. Einde van de wedstrijd. En dus weer een Sunweb vakanties. Vliegerij C. Lekker dan. Stijl af. Doorgaan met het leven. Wat er ook gebeurt, altijd doorgaan. Krijg ik nog een procentje tevredenheid erbij voor voetbalsletje? Nope, nog steeds 97%. Viva La Vida speelt momenteel, maar ik heb de muziek uitstaan vanwege copyright. We are young. Dat is helemaal niet Viva La Vida. We are great. It's a fresh. Who's the side? Be alright. Als iemand weet hoe dat nummer heet, dat is een lekker nummer. Zet maar in de beschrijving. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer voetbalactie op jouw beeldscherm. Het is ondertussen al 19 februari 2005. Dat lijkt al heel erg op... we zijn al bijna in het heden in 2015. Dus dat schiet lekker op. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Anders komen mensen van Mandenmakers Keukens achter je aan. Met mand of zo. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Duimpje omhoog. Abonneer. Reageer. Dat lijkt me een goed plan. Tot de volgende aflevering. Doei!